En welkom bij deze nieuwe aflevering van Affiche. Vandaag staan theater en muziek in extreme centraal. Van het Schlagerfestival in een zomerse verpakking, over opera onder de Limburgse sterrenhemel, tot een iconische zangeres die helemaal niet kan zingen. Maar eerst dus naar het Schlagerfestival. En wie kan je dan beter dan hen rond de tafel hebben? Luc Koenen en Jo Valli. Dag Mark. Welkom. Ja, Jo, jij staat al zo lang op de planken. Je bent er bijna al heel mijn leven, mag ik wel zeggen. Ja. Was het altijd een droom om zanger te worden? Ja, even eerst zeggen, 45 jaar. Ja, dat is de moeite. Dat is al wat jaren. Hè. Maar goed, pensioen gaan eigenlijk. Ja, maar dat ga je nooit maar doen, dat gaan we nooit doen. Nee, Nee, muziek, ja, muziek is van kleins af aan. Ik was, denk ik, 8, 9 jaar toen ik begonnen ben met piano te spelen. Ja. En ben ik aan de muziekschool gegaan. Maar ik heb dat eerst gedaan op het gehoor. Hè. Dus gewoon klankjes. Liedjes spelen, gewoon op het gehoor. Dat is iets dat je dus meekrijgt. Ja. En dan ben ik naar de muziekschool gegaan. Ja, en dan eigenlijk heb ik ontdekt dat we konden zingen in de kerk. Echt? Ja? Echt. Zat je in een koor of mocht je af en toe eens solo zingen? Ik was misdienaar. Ah ja? Ik was misdienaar, zoals velen zeker. Ja. Ja. En ik mocht... Allee, de pastoor zei dan... Het is leuk dat de misdienaars meezingen. Ik zou had hij nooit moeten zeggen. En ik begon ik mee de kerkliedjes mee te zingen. Ja. En het was dan zo ver gekomen dat de onderpastoor destijds... dat hij dan zei... Zeg, jij moet de 10 uur mis komen zingen. Ja, je kreeg promotie. Ja, ik kreeg promotie. En ik moest in de 10 uur mis. Maar de koster die vond dat niet zo leuk. En de koster die zei dan... Je zingt veel te hard, zegt hij tegen mij. Ja. Ik zeg, ja, maar wat is nu eigenlijk? Ik zeg, een onderpastoor die zegt dat ik moet goed doorzingen. Ja. Ik zeg, en jij zegt dat ik te hard zing. Ja. Ja. Maar eigenlijk had je koster wel gelijk. Ja. Dus en daarvoor was muziekschool volgen. Maar het was eigenlijk een trigger dan om te gaan zingen eigenlijk. Hè? Ja, eigenlijk is het daar begonnen. Ja, wat zou je gedaan hebben, stel dat je geen zanger was geworden. Wat had je dan willen worden? Automechaniker, denk ik. Echt aan iets sleutelen, want je hebt ook een mechanische opleiding. Ja, voilà, ik deed dat heel graag. Maar toen, als je mag zingen. Jonge gasten toe, want dit zijn auto's, hè, motoren. Ja. Inderdaad. Maar zingen was je grote passie. Dat was mijn grote passie, ja. En je hebt jezelf eigenlijk ook al heel die tijd daaruit gevonden. Hè? Je hebt voortdurend wel gezocht hoe je kan inspelen op wat mensen willen horen op dat moment. Je hebt bekende hits gecoverd met eigen tekst. Ik heb heel wat covers gedaan, maar leuke covers gedaan. Die grote successen zijn geweest. Maar ik heb ook heel wat nieuw werk gemaakt. Mm-hmm. Ook. Mooi is het leven, bijvoorbeeld. Ja. Dat is wel een origineel nummer. Ja. Heb ik samen geschreven met Luigi Bon Giovanni, een Italiaan, maar een toffe gast. En natuurlijk, de grote hits waren alle vrouwen die ik heb gekend. Ja. In een droom zag ik je staan, Kind van de Zon, enzovoort. Enzovoort. Er zijn er zo heel wat geweest. Je kan weken vullen met optredens. Eigenlijk dat wel. Dat besef je toch, hè? Eigenlijk wel, ja. En dat is wellicht ook de reden geweest, Luc, waarom jij Jo vroeg voor het Schlagerfestival, want jij bent... Hoe noemen we het? Music director, planner voor het Schlagerfestival? Wij houden er niet zo van om alles in hokjes te duwen. Nee. Want we zijn eigenlijk een team waar we alles samen doen. Ik ben wel voor het artistieke verantwoordelijk. Ik zet de aanzet altijd in om de artiesten te kiezen. Nu, de reden waarom dat we Jo kiezen is niet omdat we echt op zoek zijn naar iemand. Hij is ook een van de gevestigde waarden. Je hebt gewoon bepaalde groepen, vaste waardes van de slagermuziek. Jo is er iemand van. Nu, toevallig waren we net aan het praten, zei dat het net te lang geleden was dat we hem nog eens gebracht hadden. Ik voelde zoiets. Ik dacht, ga toch maar eens even. Dat was een goede voorzet, Jo. Dus het is hoog tijd dat hij nog eens in het Middelkerkje komt. En voor Hasselt zal het ook wel stil aan tijd worden, hadden we juist besproken. Maar de bedoeling is ook in Middelkerken dat we daar proberen nieuwe jonge talenten een kans te geven. Ja, en die karretjes vasthaken aan de gevestigde waarden. Ja, want je blijft, hè, je moet altijd in dezelfde vijver vissen. Ja. Hoe je het draait of keert. En er is toch zoiets als een soort smet blijkbaar om als slagerzanger terug op te komen, je opnieuw uit te vinden. En om die jonge mensen toch een beetje aan te moedigen, hebben we het idee gehad om in Middelkerken eigenlijk een kleiner podium te starten. Want het grote Slagerfestival in Hasselt met de liveband en alles is dan toch iets indrukwekkender. En daarom zijn we eigenlijk met die kwinkslag naar Middelkerken. Zijn we bijna een culinaire proeverij? Hè? Absoluut, laten we dat ervan maken op muziekvlak. Heel graag. Ja, en ben jij ook zelf fan van het Schlagerfestival? Of ik moet niet ben... vragen van het festival, maar het genre? Ja, zeker. Maar ik ben eigenlijk fan van alle muziek. Mm-hmm. Je mag van mij Rammstein laten horen. Je mag van mij slagermuziek laten horen. Je mag disco. Ik hou eigenlijk van alle muziek. Omdat muziek maakt je goedgezind. Mm-hmm. En ik denk dat je het zijnde goedgezind maken eigenlijk nog bij slagermuziek kan helemaal bovenaan zetten. Ja.
Maar er is ook een groot verschil, hè. Want wat is eigenlijk slager? Slager is heel breed, hè, in ja. muziek. Ja. Ik wou het net vragen, hoe definieer je het? Ja, is het levenslied? Een Polonaise bijvoorbeeld, dat is echt slager, zeg ja. maar. Hè. Maar bijvoorbeeld Green Green Grass of Home mm-hmm. is ook slagermuziek. Ja. Ja. Heeft het dan iets met emoties te maken? Als het herkenbaar is voor mensen? Vooral emotie. Ah, wel, herkenbaarheid in teksten, dat de mensen onthouden en zich in terugvinden. Ja. Ja. Voor mij, wanneer is een nummer goed of een artiest goed om te programmeren op het Slagerfestival? Het moet herkenbaar zijn voor iedereen. Je moet het kunnen meezingen en je moet er goed gezind van worden. Ja. Het mag emotioneel zijn. Om een voorbeeld, een ster is bijvoorbeeld niet het nummer waar je direct op gaat losgaan. Het is een emotioneel nummer. We hebben al mensen zien wenen bij dat nummer, zeker in de coronatijd. Ja. Maar toch, het doet wat het moet doen. En iedereen vult het een beetje in met zijn eigen emotie, wat hij heeft meegemaakt in zijn leven. En, maar maakt dat ook niet, joh, je hebt zo'n staat van dienst, dat mensen dan het gevoel hebben dat je gans hun leven kent. Want je zingt bijvoorbeeld over verlies, of over verdriet, of over liefde. En als ze jou zien, dan denken ze, die kent mij persoonlijk, want hij zingt over mijn leven. Ja, wel, ik kom dat ik wil stegen. En dat mensen aan een stand van de fanclub dan, als je dus aan de stand gaat staan om handtekeningen te geven, dan zijn er wel heel wat mensen die soms hun heel levensverhaal komen vertellen. Hè? Mm-hmm. We zijn eigenlijk soms een beetje psychiater. Hè? Ja. Die dat ze zeggen van, en ik heb dat tegengekomen. En als we dan uw plaat opzetten, dat geeft ons kracht, dat geeft ons moed, dat geeft ons courage, zeggen ze bij ons dan in het dialect. En dat hoort je dus wel bij mensen. Eigenlijk zou een optreden van jou moeten terugbetaald worden door de ziekenkas. Onder andere. Onder andere. Ja. Dat is waar. En dan hoort je dus wel veel vertellen van mensen. Nee. Oh, zeggen ze, er is niks zo plezant als we aan het kuisen zijn. Ja. En op de radio trekken toch op niks. Dan pakken ze een cd en ze zetten hun cd op. En de mensen voelen zich happy. Ja. En dat heb je wel met dat soort muziek. Ja, ja. En het is toch ook zo dat het veranderd is. Hè? Schlager was toch vroeger voor iets dat wat marginaal werd bekeken. Ja. Terwijl jullie daar toch wel aan getimmerd hebben. Dat vind ik dus wel heel fout. Van mensen die dat zouden denken, er is niks zo leuk. Gelijk als dat tegen Jos ook zegt daar. Muziek is heel breed en alle genres van muziek. Ik denk altijd, mensen werken hard aan iets. Ja. En welke muziek dat je ook aan het maken bent. Of dat blijft nu, een vak, hè? Of dat dan nu pop is, of klassiek is, of rock'n'roll, of slagermuziek. Ja. Het is wel zo dat de wereld er nu gelukkig anders naar kijkt dan 20 jaar geleden. Ja, absoluut. Ja. Ik weet, wij zijn 8 jaar geleden begonnen met het verjongen en verbreden van het Slagerfestival. En dat ging letterlijk van allemaal stoeltjes in de zaal, waar iedereen braaf zat te luisteren naar de slagermuziek, dat we zeiden, we gaan het publiek proberen te verjongen en we gaan meer staanplaatsen maken. Interactiever ook maken. Interactiever maken. We zijn dan ook breder gegaan met muziek. En het is niet altijd makkelijk om mensen te overtuigen om op het Slagerfestival te komen. Ik noemde Gérard Lenormand, Peter Koelewijn op de Nijs. Die mensen hebben er gestaan en je hebt daar even overredingskracht voor nodig, want zij zeggen, maar wij zijn geen slagerzangers. Ja. Tot als je zegt, maar slager wilt ook zeggen meezingen, meedansen, meebrullen. En al die mensen die geweest zijn, hebben nadien gezegd, bel mij wanneer je wil, we willen terug. Een beetje over het muurtje van die vooroordelen. Dat is helemaal correct. We gaan het daar zo dadelijk nog over hebben, want ik wil natuurlijk weten wat jij gaat brengen, joh, wat er nog allemaal in aanbod is. En we gaan op zoek naar jong talent ook, hè? Absoluut, heel dus, graag. Misschien zitten er mensen thuis die denken, ik ga meedoen aan dat Slagerfestival, begin alvast te oefenen en straks hoor je hoe je kan inschrijven. Tot zo. En welkom terug bij Affiche. We zaten volop in de sferen van het Slagerfestival met Luc Koenen. Een beetje de organisator, programmator mag ik zeggen. En ons aller Jo Valli. Ja. 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 Je zei het daar net al, hè? Je bestaat bijna een halve eeuw op het podium. Dat klinkt zwaar, hè? Dat klinkt heel zwaar. Alles vooral. En je bent de komende 10 jaar op het Slagerfestival te horen, heb ik net kunnen vaststellen. Maar voor anderen moet het vaak nog beginnen. Ja. Is de wereld veranderd van het entertainment ten opzichte van het is de voordelen en de nadelen? Het is helemaal anders. Hè? Nee, ik vind dat positief. Hè? Als je de nieuwe generatie nu ziet van zangers en zangeressen, er zit heel veel goed talent bij ons in Vlaanderen. Hè. Ja. Dus, en ik vind dat die mensen ook moeten kansen krijgen. Hè. We hebben die ook gekregen in de goede jaren, zeg maar. De jaren 90, 10 op te zien, periodes en zo. Ja. Dus we hebben die kansen allemaal gekregen ook. Het enige wat ik een beetje jammer vind, dat is zo dat er nu zo precies, en dat is België, of dat is Vlaanderen, en dat is zoiets van, Guilen hebt het gat, nu moeten. Ja.
Ja. En als je het iets te goed doet, dan moet de kop eraf. Ja. Ja. En dat ze dan, nu is het enkel en alleen die generatie. En dat ze dan natuurlijk volle bak promoten, dat is maar logisch, dat is normaal. Ja. Maar ze mogen ook niet vergeten dat er ook nog een generatie is geweest die en dat weg, er dan ook nog veel mensen zijn die dat dan nog willen terugzien. Ja, ja, vooral dat de muziek ook veranderd is. Ik blijf het slagergenre een beetje vergelijken met de pin-up club van de jaren 80, 90. Ja. Niemand keek ernaar, iedereen wist wat er gebeurde. Iedereen wist wat er gebeurde. Ja. Slagermuziek, niemand luistert naar, iedereen kan elk liedje meezingen. Ja. Mm-hmm. En ik gun elke artiest zijn succes. Hè. De Meteors, de Camille, Pommelien. Maar een nieuwe slagerartiest, die mis ik toch nog altijd. Ja. He, het Nederlandstalige genre, absoluut goed. En ik kan het alleen maar toejuichen. Mm-hmm. Maar slagerartiesten, die missen we. Ja. Ja. En jullie mixen nu een beetje zeg maar vaste waarden, zoals Jo, met waarden die er toch ook al zijn, maar die nog niet een voldoende podium gekregen hebben? Of voor dat is de editie? Bedoeling in Middelkerken, ja. 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 He, in Middelkerken hebben we gezegd, we gaan daar proberen op een kleiner podium ook nieuwe mensen zoals? Een kans te geven. Kan je er een paar namen op kleuren? Ik mag hem nu ook niet direct als een kleine artiest noemen, maar we hebben bijvoorbeeld Steve Dillons ook mm-hmm. daar gehad, om eigenlijk ook als springplank te gebruiken naar de grotere dingen. Een Lisa Lewis bijvoorbeeld zou daar perfect kunnen komen. Dus mensen die nog even dat duwtje in de rug nodig hebben. Die zeer goed boeren, zeer goed bezig zijn. Maar die eigenlijk nog dat duwtje nodig hebben ook. Ik denk ook dat die mensen niet de kans hebben om 4 keer per jaar op zo'n groot podium te staan met een liveband. Dat is gewoon ook niet meer betaalbaar. Dat is niet betaalbaar in België om een show te doen. Niet als artiest, niet als programmator. Nee. Er zijn zoveel nevenkosten bijgekomen, waardoor een ticket gewoon duur wordt ook anders. Ja, het leuke is, ik heb nu voor de eerste keer bij ons in de afgelopen editie, had ik een aftiteling gemaakt. Normaal gezien is Kurt Rogiers onze presentator, die zegt, de artiest. Ja. Ik zeg, we gaan eens een aftiteling maken en we gaan alle mensen erop zetten. Ja. We hebben ons nog moeten beperken tot groepen. Ja. Omdat wij zaten aan een lijst van 85 namen en je komt nog niet toe. Nee. Dus zoveel mensen werken wel die mee. Die allemaal uit dezelfde pot eten. Allemaal uit dezelfde pot, dat moet allemaal betaald worden. Ja. Maar dat hoort bij een professionele show. Maar je gaat in elk geval ook een nieuw talent zoeken. Ja. Want jullie doen een soort talentenjacht. Ja, we gaan een talentenjacht doen dit jaar voor de eerste keer. Dat gaan we in Middelkerken doen. Mensen die zich willen inschrijven, ik zou zeggen, haast je naar onze site, want het is nog maar enkele dagen lopende. Ja. Dus zorg dat je erbij bent. Ik zie het hier, het loopt af op zondag 21 mei om 4 uur in de namiddag. Om 4 uur geen minuut vroeger, geen minuut later. Nee, er zijn geen 8 mensen. Maar dus dat is een unieke kans. Wat moeten zij doen? Moeten zij een nummer insturen? Moeten zij een filmpje insturen? Ja, stuur een filmpje in. Stel jezelf voor, maak het zo creatief mogelijk, maak het zo duidelijk mogelijk. Laat weten van welke muziek je houdt, ook welke muziek je wilt zingen, welk nummer je wilt zingen. En wij gaan daar dan een selectie in doen, dan gaan we een paar voorrondes doen en gaan we kijken of we iemand de kans kunnen geven om op ons podium in Middelkerken te staan. Moet het een eigen nummer zijn of mag het bijvoorbeeld een nummer van Jo Valli? Absoluut. Ik kan mij moeilijk inbeelden dat je nieuw talent wilt gaan zoeken en dan direct een eigen nummer. Je zoekt vooral performers en zijn het er goede creators bij? Een goede entertainer, een goede zanger, zangeres, maar vooral iemand zonder enige leeftijd. Zonder enige leeftijd. Ja. Ik voel me niet geroepen hoor. Ik voel me niet geroepen, want ik zie jou kijken. Nee, maar van mij, ik spreek heel veel over jonge mensen, omdat ik echt graag zou hebben. Ja. Ik heb schrik dat het een genre is dat gaat uitsterven. Maar kijk eens naar Jo Valli, die blaakt van jongheid. En ja, hè? Laten we zeggen dat de jongeren ook mogen meedoen. Ja, jong van geest en jong van hart, jong van lijf, het kan allemaal. Absoluut. Maar jij weet als geen ander wat hits maken is, hè, joh. Als geen ander, het is niet gemakkelijk. Nee, het is niet gemakkelijk, maar je kent wel het recept. Wat, zonder dat je het verklapt, wat maakt een goede song? Maar dat bestaat niet. Het is een lucky. Eigenlijk is dat een nummer maken. Kijk, ik weet mensen die naar mij toe hebben gezegd, schrijvers, hè, dat soms, als ik het zo mag zeggen, op toilet een nummer schrijven. Ja. En dat wordt een dikke hit. Ja. Ja. En als je eraan gaat zitten en je gaat daar. Maar als je zegt, ik wil nu een hit maken, dan gebeurt dat niet. Nee. Dat is zoiets. Maar simpel. Als je het hoort, hè, dan zegt iedereen, zeg, maar dat kan ik ook. Hè. Zeg nu, en de titel moet toch ook spreken. Zeg nu dat ik bijvoorbeeld de titel een wonder dat liefde heet. Zit daar hitpotentieel in? Ja. Ja. Dat wordt een nieuwe zomerhit. Ik zeg, als je nu nee zegt. Ja. En hoe klinkt het? Ik heb het jou niet gevraagd, maar kan je al eens iets van neuriën? Of? Het is zeer commercieel. Het is zeker iets dat moet staan op het. Dat zal heel goed.
op het Slagerfestival meezingen. Ja. Ja, die zegt, nee, ik kan dat niet. Nee. Ja, ik kan dat wel, maar ik ga dat niet doen. Nee, ze moeten maar luisteren dan. Ja, maar het is nog nieuw. Het is echt nieuw, het staat... Het is, maar je zit er, ik zie de eindmix is af. Morgenavond is de eindmix af. En het wordt echt een nummer dat van de zomer gaat schoren. Ja, ik voel dat. Ik zie, je kan ook niet stilzitten. Maar ik voel dat. Je noemt het en je begint al... Ik weet, hè, vroeger was het ook zo in de studio. Roland Verloven, en we hebben allemaal gekend. Hè, een fantastische schrijver, componist. En ik zat in de studio toen. En dat was toen in Herend, in de Impuls. Ik weet niet of je die studio hebt gekend. En er waren twee studio's naast elkaar. Ja. En ik zat in die studio te werken. En... Roland zat in de studio daarnaast met iemand anders. En hij hoorde dat wij bezig waren. En Roland die loopt zo een keer rond. En hij komt bij ons in de studio. Hij smet die deur open. Ga ze er niet op maken. Ja. En ik zeg, meen je dat? Ja, zei het, en dat was toen. En hij wist, in een droom zag ik hem staan. En het was ook zo. Hè? Het was een patat. Ja. Maar ook niet neurien, joh, eventjes zo. Gewoon de oorworm die we in ons oor gaan hebben. Het is toch wel commercieel interessant, hè? Wacht, hè, hoe gaat het nu? Moeten niet de woorden, want dan moet nog een beetje geheim. Het is nog niet van buiten. Ja, het gaat... Oh, ho, 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 ho. Zo begint het. Ja. En dan een wonder dat liefde heet. Ik hoor iedereen al... ik hoor het al het is, aan de kust. Het is gewoon weg. Het gaat omhoog. Eigenlijk gaat een tekst om over een heel mooi verhaal. Maar ik zeg het, ik ben er nog niet helemaal uit met die tekst. Allee, wel uit, maar ik ken nog niet van buiten. Ja. Die stukken. Als hij me dat niet op voorhand gezegd had, had ik dat gedaan. Hè. Nee, maar ik verras mensen graag. Ah, ja. Maar het is dus zo dat het nummer... een oorworm is eigenlijk. Als je twee keer gaat horen, dan gaat hij zeggen van... Yes, ze zijn ik hoor die ho, het blijft al in mijn hoofd zitten. Ho, ho, ho. Ja, dus het geeft een goed signaal. Je hebt tot 21 mei om het in te sturen. Ja. Voilà. En je gaat een drukke zomer tegemoet. Mensen gaan het horen, want je bent overal ook te zien en te horen. Dus het wordt een oorworm. Jullie gaan na de zomer terug ook in 24 met een Slagerfestival. Absoluut. Is er een thema al gekend? Ja, het thema is Flower Power. Ja. Een beetje terug naar de 70s. Ja. En ik zou zeggen, laat de haren groeien allemaal. Ja. Ik zal er ook aan beginnen. Probeer het. Ja. We zijn allemaal niet begenadigd zoals Jo met een mooie wilde haardos. Nee. Maar goed, we gaan de Flower Power. We kunnen het ook met heel wat kleding en noem maar op. Absoluut, zoveel mogelijk bloemen, happiness en goed gezind zijn. Ja. Ik wens jullie een hele mooie zomer. En dat ze veel de bloemetjes mogen buiten zetten op jouw hit dus. Alsjeblieft, dank je wel. Gaan we doen, hè. Ja. En heel veel succes met het festival. Absoluut, daarvoor zijn we gekomen. Voilà. Ja, Flower Power wordt dus het thema van het Slagerfestival 2024. Maar wie graag de muzikale bloemetjes al vroeger buiten zet, moet niet lang wachten. Want op 15 juli kan je de Proximus Pop-Up Arena te Middelkerken naar de zomereditie van het Slagerfestival. En alle info over zowel deze zomerse als de vertrouwde versie, zal ik maar zeggen, kan je terugvinden op slagerfestival.be. En slager en opera, het zijn werelden van verschil, maar muziek is het bindmiddel. En dat laatste is bij Ment natuurlijk totaal niet vreemd. Reden genoeg dus om te blijven hangen. Tot zo.